Een gloednieuwe Minecraft Dungeons video in twee delen opgenomen, dus de outro is een beetje raar. Dit is deel 1. Veel kijkplezier. Ik heb ook nog clip software en die heb ik geknipt. Jij bent echt geknipt voor deze video. Glenn? Ja? Oké, dus dit is eventjes voor de kijkertjes, dat is echt leuk, want... In de tweede, kijk even de tweede aflevering, heb ik Glenn best wel een beetje voor schut gezet. Alleen Glenn heeft het nog niet gezien op het moment van opnemen, want hij staat nog niet online. Dus dit vind ik wel humor. Ja, zelfs ik weet het niet, want ik ben nieuw. Haha. Als je die video online zet, hè, ik ga los geld eisen. Voor wat? Voor mijn verschut zetten. Ik geef jou los geld. Ja. Op welke manier is je voor schut gezet? Welkom bij een gloednieuwe video hierop. Mama. Met. Games. Yeah. Ik ben hier in Minecraft Dungeons samen met Glenn en Tim. Maar dit keer niet Tim, maar Tim, zeg maar. Tim. Maar die andere Tim. Nee, maar even zonder grappen. Voor de mensen die het niet doorhebben. Dit is zeg maar niet Tim van de vorige video, maar Tim van deze video, zeg maar. Tim, ik kom je halen. Oh. Nou, ik denk dat ik de video alleen moet doen. Deze Tim is wel wat anders. Hij is wat spraakzamer, maar hij valt kut, Mike. Ja. Ik weet niet wat je ermee hebt gedaan. Voor mij heb je hem in je hol gestopt. Ja, gewoon niet zeggen voor zijn. Opeens is hij. Tim, zet gewoon. Ik denk dat het door die geruisonderdrukking van Discord komt. Tim. Dat valt toch wel best wel mee? Nou. Ja, maar net zoals dat jij bang was dat wij jouw achtergrond hoorden, maar ik hoorde geen fuck. Oh, hij valt gewoon soms weg. Ja. Dat het. Oh, dat is. Dus je moet er dichterbij gaan zitten. Ik weet niet of ik dat ook heb. Ik heb Crisp nu uitgezet. Jongens, dit is niet hoe scaffolding werkt. Nee. Nee, het is gewoon... Het is ook niet hoe Minecraft Dungeons werkt met meerdere lagen, wist je dat? Ja, maar wat gaan we nou doen? Kijk, als ik hier naar beneden wil spelen, dan val ik. Oh, jammer. Ik wil wel de redstone mines doen, die lijkt me super leuk. Oh, hey, sampig. Oh, zal die klikken? Oké, we gaan deze goed doen. We gaan de redstone mines in. Nou, wacht even. Even kijken, de vorige keer hebben we. Even voor de mensen. Je moet wel een beetje introduceren, weet je wel. Ja, de vorige keer hebben we. Soggy Swamp of zo. Nee, die laat ik toen niet, hè? Creeper Woods. Volgens mij Creeper. Crypt of Creeper Woods hebben wij gedaan. Ja. Dat is dus precies waar de meme over ging in aflevering 2. Sorry, Swamp hebben we volgens mij ook gedaan. Nee, Creepy Crypt hebben we niet gedaan, want die laden toen niet voor 5 minuten lang. En dan gaan we die doen, toch? Ja, dan gaan we die proberen te doen. Hè? Creepy Crypt. Ja. Accept. Creepy Crypt. Ik heb lekker cola. Aha. Glenn, zeg nog eens Creepy Crypt. Creepy Crypt. Maar, dat is gewoon Creepy Crypt. Oh, jongens, we mogen niet verder. Oh, baby, it's jammer. Cold outside. Ja. Wacht even. Zijn schrooms. Het is alweer bijna kerst, hè, jongens. Zijn schrooms. Ja. Kut, nu moet ik hem uploaden voor het kerst is. En ik wil niet dat het faalt, dus ik kijk even of hij nog aanstaat. Ja, oké. Okay. Echt chaos gewoon in huis. Oké, kom, deze grot in. Doei. Zo, deze grot in. Ja, verder kan. Nou ja, hier zijn woemboers. Ja, maar ik ben bang in het donker, al is het buiten ook donker. Ja, maar je hebt mijn fox, kijk, die geeft een beetje licht, zie je dat? Nee, wacht even, want ik moet toch nog dat is niet volgens mij hoe foxen werken. Ja, maar dit geeft licht. Muntjes. Nee, het is geen glow squid, Glenn. Trouwens, nee, iedereen die voor iets anders heeft gevote dan de glow squid... Kijk mijn channel niet! Glow squids zijn van die mooie beestjes die melk zouden moeten geven. Oh jezus, zijn die van monsters. Oh, ik ga bijna dood. Oké, dat klinkt heel goed. Slinter's potion. Ik ben dood. Friend has fallen. Dat is al heel erg snel. Ja, ik zat vast in een cobweb. Ik zat even niet op te letten. Night will hurt you. Hallo, ga je nog even reviven? Dankjewel Tim, dat je mij zo hard vertrouwt dat je gewoon wegloopt. Als iemand dood is... Ik dacht dat Jermo je als iemand dood is, dan gaat de counter aftellen en dan komen er phantoms en dan ben je hartstikke dood. Oh, ik dacht dat Jermo het had. Ja, ik speel geen multiplayer, want ik heb helemaal geen vrienden. Auw. Of in ieder geval vrienden die dit hebben. Nou, dan ben je niet de enige Tim zonder vrienden. Dan ben je best wel eenzaam.
Waarom vloog die zombie, zeg maar... Jammo, waarom vloog die zombie sneller dan de Hyperloop? Jammo, kom nou eens. Ik heb een pickaxe. Mining the way. Wat heb je 10-10? In mijn Minecraft world. Ik heb paddo's op. Maar Jammo, kijk, is kom hier. En 37 slaan. Damage. Jammo, kom eens. En slaan. Ja? Kijk. Daar ken je het niet ergens van. Wat? Hij gaat boom doen. Dit hier. Die oh ja. Kaarsjes. Yo, ik zweer het. Minecraft wordt is gewoon zo hard gespoild gewoon door deze game. Ja. Ja, zeker het systeem om met elkaar mee te doen is zo erg. Hoe groot is deze grot? Oh, we moeten deze grot. Je moet de andere kant op. Er zit letterlijk een pointer. Ik heb er zelfs al iets van. Ja, maar hier zijn we nog niet geweest. Oh. Hier, vangen! Oké. Oh ja, als ik wat stiller ben, ik heb best wel last van mijn maag. Dus, ja, dat is kut. Oh, daar is je last van wat van. Hier had je je teen tegen moeten gebruiken. Oké, gefeliciteerd. Nu hebben we geen geld. Hoezo? Nou. Oh, dit is. Ik kreeg geld. Oh. En hierachter is vangen! Geld. Oh, oeps. Je kan een vos doorheen. Gast, je moest hier gewoon op klikken, pannenkoek. Oh. Munten! Geldharker. Waarom gaat er opeens een alarm af? Hey, ik ben een level op. Oh, ik hoor eigenlijk helemaal geen game geluid. Je stroomt, jongens, ga weg. Ik hoor geen game geluid, wat is dit? Hey, hebben jullie het gezien over GTA? Nee. Er is een trailer gedropt met een update met een nieuw eiland. Jongens, je bent onzichtbaar, what the fuck? Tenminste, dat is zover ik het kon zien. Gewoon een compleet nieuw gebied, zeg maar. En er komt een hele heist omheen. Hey, wat doet dit ook alweer? Vliegen. Soul healer. Oh, ik kan mensen healen. Wacht, wat doe je nou? I am Groot. Ja, ik kan ook, hè. Kijk, nu heal ik degene die het laagste heeft. Nee, ik heb een soul healer. Dus hoeveel souls ik vang, hoe meer mensen ik kan healen ofzo. Ja, maar elke 3 seconden kan ik iemand health boost geven. Of 5 seconden zo. Met degene die het laagste health heeft. Tim, kom je ook? Wat je aan het doen? Ja, ik hoor mijn Minecraft geluid niet. Of ja, game geluid. Is dungeons. Dungeons. Het is Minecraft, toch? Ik kom, jongens. Ik wil dat horen, eerlijk gezegd. Hier, is even oh, wacht. Hé, geld. Aha, en ik geld. Pak het geld. Oh, ik heb precies 444 geld. En je bent toch al geweest? Oh, nee. Monsters. Auw. Oh ja, deze deed de damage. Oh ja, deze mobs deden damage, wat niet heel erg duidelijk is, omdat ze boom doen. Even kijken. Mijn cavia doet nog meer damage dan jij, en ik heb geen cavia. Oh, dat is best wel knap. Ja. Nou, ik had een cavia. Hier zijn we nog helemaal niet geweest. Ik had dus een cavia, maar ja, die kreeg een beetje veel last van zijn linker tilbal. Dus... Ah, toen heeft hij... toen is hij gekrapt en toen is hij dood. Ja. Het is echt een mooi verhaal, inderdaad. Het was een hele bijzondere soort. Jezus, creepers doen veel damage. Serieus, dat is mijn cavia, hè, de soort. Waarom is jouw health bar overigens altijd oranje? Godverdomme, ik ben aan het praten over mijn soort van de cavia. Het was dus een... ja, ze noemden het zelf bedacht. Ik vond het een beetje een rare naam, maar... Fantasie. Ja, is ook wel genoemd. Fantasie cavia. Nou ja, weet je. Geef het beestje maar een naam. Ik noemde hem Illumina Fantasia. Oeh, wat heb ik op? Ik heb... Oh nee. Daar ik vind het raar dat je vast kan zitten in spinnenweb, maar wanneer je er doorheen loopt heb je geen last. Ja, want dat is hoe logica werkt, wist je dat nog niet? Ja, snap ik ook niet. Is dat logica, though? Nee, het is sarcastisch. Nee, maar Creepy Crypt is al een beetje... Creepy. Een doolhof. Er is een M. Nee. En er is een map. Jezus, mijn wapen doet echt één... Deze spin gooit een spinnenweb tegen de muur uit. Ja. Oké, ik weet de weg. Ik ook, maar we gaan die kant nog niet op. Bwee. Als je goed is, krijg je achievements als jij de hele map leeg maakt van monsters en zo. Wat zijn achievements? Ja, dat ken jij niet, hè. Oh, wat pak ik op? Ik speel geen multiplayer. Joink. Joep. Ik heb pork. Ik heb regeneration. Slaan. En slaan.
En slaan. Ja. Oké, wacht even jongens, ik heb hier iets speciaals voor. Dat is weinig nut. Ik heb best wel veel dingen low gekregen met mijn vuurwerkpijl. En slaan! Oh, nee. Kunnen we hier echt letterlijk niks mee? Holy shit. Hier wat zijn dit pickaxe. Ja, maar dat is dus een ding van Creepy Crypt, hè. Het is crypt, cryptomunten en zo. Hier liggen alleen maar bitcoins in. Oh, dan gaan we echt hier blijven. Crypto mining. Ik vraag me wel af wat het idee was achter deze graftombes. Nou, geen mensen erin stoppen. Oh, in deze map is het zo dat je soul moet verdienen of zo voor je ability? Of, huh? Nee, dat hoort bij die steen. Of ik weet niet wat je hebt. Hey, ik heb boom. Oh, die fiets. Zeg maar, sommige tools moeten souls hebben om te kunnen gebruiken. Dus je. Hallo, allemaal schoft. Nee, jij loopt naar de TNT toe. Ja, ik ga naar de TNT toe. Jongen, ik moest dan nog voorbij. Jullie liepen weg zonder mij. Ja, jij liep recht op de TNT. Ja, want jullie liepen die kant op. Dan moet ik toch ook die kant op? Klikken. Misschien had ik niet moeten klikken. Oh, jongens. De alarmen gaan. Snel de schuilkeldertje. Mijn centjes. Oeh, ik kan snel weer hakken. Hey. Mijn kist. Oeh. Ik wat ik hem pakte. Hey, nog meer centjes. Ik open hem, jullie stelen letterlijk alles. Nee, maar als het goed is krijg je daar je personalized Ik heb zo'n vermoeden dat we veel te ver zijn. We missen echt een stuk gewoon. Ja, maar de game leidt ons daar naartoe, maar we hebben de rest nog niet gedaan. En ik wil eerst de rest ontdekken voordat ik verder ga. Zo zit ik in elkaar. En als je het niet mee eens bent, heb je pech. Oh, deze kant op. Zit jij in elkaar? Ja, cool hè. Volgens mij deze gang. Ik ga deze gang. Oh, wacht, we zijn deze gang nog niet geweest. Kom jij wel? Oh, knoppie! Pieuw! Niet zomaar overal op drukken! Maar het zijn knopjes. Knopjes zijn gemaakt om te drukken. Voor deze map wel makkelijk, though. Ja, maar dan komt omdat we nog best wel laag level zijn en alles is lekker laag ingesteld. Ik heb zwart opgepakt, dat is helemaal niet goed. Ik heb een pickaxe. Ik heb munten. Hey, ik hoor een eens geluid. Alleen al een Xbox geluid, alsof je nog de Xbox 360 thuis aan hebt. Wacht even, wat heb ik nou allemaal opgepakt? Ik heb echt te veel munten. Oh, tap heb je een overlay als map. Dat is wat chill. Ja, wist ik. Oh. Knopjes, mede mogelijk gemaakt voor mijn toetsenbord. Ja, maar we moeten deze kant op. Kom. Pas op, deze video wat product placement. Ik ben gewend aan Among Us, dat je de map open kan hebben en dan... Ja, tap. Maar jij bent ook een Among Us lopen. We lopen eigenlijk... Klik op tap. Waar de fuck moeten we helemaal naartoe, joh? Yo! Gozer! Makker! Wat goede leven. Oh wat joh, we moeten nog helemaal naar het begin toe lopen. This way, please. Makker! Altijd de gids blijven volgen, jongens. Follow the leader, follow the leader. Ah. Je mocht willen dat je mijn leider was. Dat ben ik. Volgens mij is het omgekeerd. Oké, dit zijn veel mensen. Oké. Dat waren veel mensen. Ik ben Jermo. mooie timing, makker. Jongens, ik heb hier een knopje. Laat het klikken. Ik heb op een knopje geklikt, jongens. Ik loop de verkeerde kant op. Laat ik hier om het hoekje gaan staan en dan op F1 klikken. Oh nee, dat is de verkeerde knop. F1. En dan naar Glen gaan. Doink! Hallo. Ik ben net te laat. Ik heb net iedereen vermoord. Leuk voor je. Ja, maar blijf bij ons. Hier is een beetje kist. Eenzaam. Ik heb hier een kistje namelijk, Jammer. Ja, ik had hier ook een kist. Open. Als je een pickaxe wilt, mag je hem ophalen. Oeh. Zo. Oh ja, jij hebt die gekke beam, hè? Ja. Jij komt letterlijk mijn kant op en je bent meteen agressief. Ik ben ontzichtbaar. Woehoe. Ja, maar daar lag nog spullen, hè? Kijk hier, Glen. Nee, waar het? Feeling lonely. Ik heb zojuist 3 keer teleport gebruikt en nu staat er ineens feeling lonely. Oh, deze brug stort in. Man. Dit deze brug doet me heel erg denken aan Run.
Gaaf. Ik weet niet hoe we mijn leven hebben, jongen. Ik heb een longsword. Nee. 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 Wat is dat? Dat is een regen potion. Ja, het zit vast. Een strength potion. Jeet. Dit is gaaf. Ik hou van creepy crypt. Creepy crypt? Wat is hier? Zo, 50, 70. Ook combo's van 30. Oké, we moeten deze kant op straks. Waarom zit er een muur van dirt? Nee, nee. Oh, nee. Mee? Creepy crypt. Ja, jeet. Wat is hier? Cryptische crypt. Wat is dit hier? Stom. Ik hoor steeds geen geluid. Dat vind ik heel erg jammer. Ik ben zo zeker dat mijn opname gewoon uitflikkert ofzo. Dus ik kijk gewoon soms regelmatig. En dat is dan heel kut voor kijkers. Maar maakt niet uit. Zo is dat heel vervelend voor kijkers. Ik ben een beetje aan het experimenteren wat ik wil met video's. Dus ik probeer het een beetje verschillende stijlen. Met dungeons ben ik wel echt van... Ik wil daar niet veel in knippen ofzo. Want... Ik vind het wel lekker, zo'n lange episode of zo. Misschien moet je dungeons livestreamen en naar de hand een vod van maken. Nee, mijn internet is te slecht voor livestreamen. Als je wat groter bereik hebt, misschien iets van 1000. Nee, daar heb ik het niet over. Het is gewoon slecht, zeg maar, als in van mijn internet. Oh. Ik kan niet echt streamen. Tenminste, dat vermoed ik nog steeds dat het geval is. Moet je doen als je bij mij bent, Jammo? Gaan we gewoon hier lekker livestreamen? Dat is geen leuk idee. Ik doe me vast wel. Ik doe alleen dingen die niet leuk zijn. Zijn nou geen leuk idee? Oh nee, knop is al... Oh, knop. Niet op de knop! Goud. Ik heb hem. Al het goud wat je vindt is van mij. Ik heb nu al heel veel goud, dit is allemaal niet van jou. Als dit Bedwars was, hè? Oh, oké, dat hoeft ook weer niet. Sorry. Niet spammen. Anders kik ik je. Een kikje uit een JMG. Hey, vliegen. Ja, er staat nog steeds kist, maar fuck die waarom kist. Waarom heb je nou terug? Omdat daar pijltje naartoe gaat. Ja, fuck dat. We moeten eerst nog helemaal hier nog. Ja, maar, volgens mij moet je trouwens alle dit hele maze ding helemaal uitwerken. Knop. En dan pas kan je door die gekke poort. Kist. Ja, man. Wat moet je? Hier. You never stood a chance. Oh, hier zijn jullie al. Ik wou helemaal tp'en, maar ik zat om het hoekje. Firework. Ik open die deur. Zit de hunters gear in die vaas? Riskeer mijn leven. En die kuts illager, die dropt ook hunters gear. Had die dan niet wat eerder kunnen komen? Hunters gear is helemaal niet goed. Nee, klopt. Er staat bij mij min 30 bij. Nee! Ik zit vast. Help. In een spinnenweb. In een web of lies. Trapped inside a web of lies. Jongens, ik heb een thee. Nou, en ik heb vuurpijl. Kijk, pieuw. En hij heeft doodstraal. Uit een beam. Hij heeft doodstraal. Ja, moeten we helemaal terug naar het begin. Nou kunnen we eigenlijk het pijltje volgen, jongens. I've got crippling depressions. Me too. Emeralds! Mun, oké, ik ben weer aan de verkeerde kant. Schroom! Dit is wel creepy crypt, hè? Dat is wel heel cryptisch. Oh, ik denk dat we deze kant op moeten, jongens. Ik heb zo'n lichtelijk vermoeden dat ben ik... Ben jij best wel kritisch? Okay. Nee, ik loop gewoon door. We hebben die weg boom laten doen, dus we gaan de andere weg. Ja, precies. Logisch, toch? Oh. En jammer. Had je wat? Jammer, knoppie. Knop. Oh. Ja, maar hier zit nog veel meer. Oh, ja, munten. Maar... Dit is maar één map. Of één ding. Kom terug. Alarm. Een doodlopende kamer heeft zoiets. Kies. Ah, je buigt voor me. Of is het boog? Oh. Ik maak een koprol. Kist! Dus er is... Dit is voor het eerst dat ik een verleden tijdswoordje niet weet. Boog of buigde? Boog. Gebogen. Ja. Ik boog voor u? Woorden, Nederlands. Ik heb gebogen voor jou. Ja, ik gebruik het woord nooit, buigen. Alleen in Kingdom gebruikt ik buig, maar nooit boog of buigen. Munte! Oh, het is hier doodlopend. Stom. Dirt. Oh, ik pak mijn pickaxe en ik...
pickaxe erbij. Ja, volgens mij is dat toch wel de bedoeling. Kan je dat erheen ofzo? Wat is dit? Want er zitten wel dingen achter. Het is een wapen. We gaan naar de mijn volgt de rode lijn. Niks hier. Pickaxe pakken we erbij. Sigaret, torch, alles op een...